yes Star Wars het 13 in het dozijnmerk in het hedendaagse woordenboek ook wel bekend als generiek en toen Star Wars The Deck Building Game werd aangekondigd was mijn ja en mijn is ook enthousiasme ergens in de galaxy far far away totdat deze man dit zei dat interessant en dat is om die reden dat ik dit spel ben weken Nog zijn 9. zegt de vassel? In de future en dat might make my rating go up, but it's a ja. solid 8 for me at this point. 22 minuten. En wil je denkt wat bij de staat? Wij nou ook een video van. Echt van toe gaat als je gaat doorpakken, wat is hier gebeurd? Is dit dan de Star Wars Game die leuk is, betaalbaar is en voor de massa. Bordspellen en Star Wars. Ja, het bestaat. Maar je moet wel van hele goede spellenhuizen komen. Wil je daar nou aan beginnen? Ben je fan van lichtzwaarden en mannen? Top. Maar in een gemiddeld Star Wars spel geven de regels je een ooghernia van het lezen. Ben je een gemiddeld vier uur van je leven kwijt voor één potje? Of word je misschien wel uitgelachen als je je vrienden probeert uit te leggen hoe je een lineaal moet toepassen? Dan is er nog de categorie... Yeah. En co-op, ook leuk. Maar iets wat luchtig is, iets wat in je tas past, dat was er wel, maar dat was ook niet al te best. Tot nu. In deze sterrenslag is het ouderwets Rebels tegen de Empire. En wie als eerste drie planeten van de tegenpartij heeft versleten, die wint. En om dat in goede planeetbanen te leiden, is deze hele sterrenkast uit de kast getrokken. Tijdens het spel ga je de beste troepen, tech, schelmen en schurken voor jouw deck bij elkaar shoppen in deze intergalactische snoepwinkel. Maar waar het allemaal mee begint, dat is dit. Je startplaneet en je starterdeck van 10 kaarten. Hé, hey, uh, vind je dit nou leuk? Abonneer je dan even op ons kanaal. Help je ons gewoon mee. Dag, we gaan weer verder. Doei! Je start je beurt met vijf kaarten die je allemaal mag spelen. En daar zitten dan dit soort blasterboys tussen die bam, zomaar twee schade aanrichten aan de planeet van de Empire. Hartstikke cool. Maar als je nou echt helemaal lichaam te lijf wil gaan, dan heb je toch wel zware geschut nodig. Dat dachten de makers gelukkig ook. En dus zitten er ook van dit soort shuttles in je starter deck die resources opleveren als je die kaarten speelt. Met deze blokjes... Kun je weer nieuwe kaarten kopen hier van de markt van jouw club? Dus in dit geval de Rebels. Of neutrale kaarten. Stel je koopt deze X-Wing voor 3. Die gaat dan naar je aflegstapel. Uh, al je andere gespeelde kaarten die gaan ook naar de aflegstapel. En als je dan alles hebt gedaan wat je kan en wil doen in je beurt. Dan trek je 5 nieuwe handkaarten. En is je overbuur aan de beurt. Ik vind je lack of faith disturbing. En heb je nou geen trekstapel meer over? Dan schud je die afleg en kan het zomaar gebeuren dat je de volgende beurt die gloednieuwe X-wing op handen krijgt. En zo koop je en sloop je elkaars planeet naar de ondergang. En gaat je planeet nou kapot? Dan komt hij in de trofeeënkast van je tegenstander en sta je 1-0 achter, dat is even slikken. Maar nu mag je een nieuwe planeet uitzoeken. En hier zit een toffe catch-up, want elke planeet. Die heeft een unieke kracht die je eenmalig of een doorlopend voordeel geeft, zodat je met goede moed gelijk terug de strijd in kan. Supercool. Maar wat je natuurlijk het liefste wil, is dat die planeet gewoon heel blijft, en daarom wil je ook capital ships in je dek. Zo'n bakbeest parkeer je frontaal voor je planeet, houdt alle aanvallen tegen en blijft daar net zo lang liggen totdat je overbuur hem kapot heeft geschoten. Top dingen. Zeker als er ook nog een boordkanon op is geïnstalleerd of als die elke beurt kratjes oplevert zodat je nog sneller, meer en beter kan kopen. Lekker, maar koop ook weer niet te veel want dan pelt je deck uit en duurt het weer veel te lang voordat je die ene coole kaart op tafel kan knallen. Dus hou de boel in balans, prop je deck niet te vol en als je overbodige kaarten in je deck hebt, dan kan je die verbannen met een extra Star Wars The Deck Building Game houdt het simpel. Het is duidelijk dat de maker Star Realms heeft gespeeld, geïnspireerd raakte en dacht, hoe kan ik hier nou een draai aan geven? En die twist die heeft hij wat ons betreft gevonden en ook nog eens perfect toegepast. En dat zit hem in dit. Naast dat je kaarten koopt en planeten kan vernietigen, zijn er twee zaken die we allemaal kennen uit het Star Wars-universum. De Force en de Galaxy Row. We beginnen met de laatste. De. Intergalactische marktplaats. De pick-up strip ligt tussen jullie in. En hier liggen de troepen, helden en voertuigen voor het oprapen. Bij Star Realms mag je er alleen maar naar kijken, maar bij Star Wars mag je er ook op schieten. Bij al je vijanden staat namelijk hier wat het kost om ze uit de rij te elimineren. Je kan dus zo je handkaarten inzetten om toekomstige aankopen van je tegenspeler tegen te gaan. En dat kan soms voor de nodige spanningen zorgen. want wat doe je als de Grand The Moff op tafel komt? Je wil helemaal niet dat de Empire deze op, uh, op hand krijgt. En nu kost het je misschien één beurt om die kerel van tafel te vegen met bijvoorbeeld uh, de legende van Andor en Rodian Shot Second. Dure grap. Maar als je nu niet ingrijpt, dan kruipt Tarkin om de zoveel rondes aan tafel om heel veel schade aan te richten. Maar... Heb je op dat moment überhaupt wel genoeg pistooltjes om die kerel neer te knallen? En heeft je tegenstander eigenlijk wel genoeg katjes om Tarkan te kopen? De zenuwen zijn misschien wel nog erger als er een kaart ligt die je zelf heel graag wil hebben. Want met 100 kaarten in de mix ben je er niet zeker van dat iedereen elk spelletje voorbij komt. En ligt daar dan een van die krachtpatzers? Ja, dan voelt dit als een onbeschutte schietschijf van de galaxy. Je wil niet dat Lea wordt afgeschoten of dat Lando in de discard-pile verdwijnt. En als Jabba daar ligt, hoe zou het nou zijn als je die in je team hebt? De vraag popt dan ook op: hoe kom ik zo snel mogelijk aan die kratjes? Goed, je voelt je betrokken bij hoe de ander zijn of haar dek opbouwt. En deze rij, geloof me, die is persoonlijk. In een spelmiddagje uh, kwam Jin. Heel vaak op tafel. En elke keer als je Jin kan spelen, dan moet de Empire-speler een kaart terugleggen. De Empire-speler die tegenover mij zat, die was zo geïrriteerd dat Jin weer op tafel kwam, dat er alles op alles werd gezet om haar van tafel te vegen. De, de, de kaart werd onthuld, er werd gevloekt met: Ik oh, moet eraan gaan. Die rij, dat is een soort waarzegrijboel. Je kan de toekomst voor je zien liggen, maar als je je daar te veel op focust, dan ga je het verliezen in het heden. Yoda zou trots op me zijn. Dit is een heerlijke twist, omdat je zoveel meer invloed hebt op elkaars dekbeelding. Je hebt elke beurt wel iets te doen en iets om over na te denken. En je krijgt ook nog eens een flinke beloning, weet je iemand uit die rij te werken. Wat dan weer heel lekker is als je dure kaarten wil kopen en je net een paar koopkratjes te, uh, koopkratjes, koopkrachtkratjes tekort komt. En is er nou niks in je smaak te vinden, dan is er altijd nog de saaie Outer Rim Pilot. Dan is er nog deze Force-strippenkaart. Want bij wie die kracht ook wezen mag, dit spul geeft een fors voordeel. De rebellen die starten full force. En dat is slecht nieuws voor de Empire, want veel kaarten van Team Luke... ...die forceren Team Darth om handkaarten af te leggen. Het is alsof je zand in de machinerie van de Empire gooit. Is de Force met jou? Leg een kaart af. Trek een kaart. Bekijk de kaarten en leg er een af. Leg random een kaart af. Het is thematisch leuk dat de rebellen het van deze Tour de Force moeten hebben. Het is net dat beetje geluk of geloof dat ze verder kan helpen, dat ze nodig hebben. Terwijl de Empire een machine van stormtroopers en staal aan het opbouwen is, of blokkades plaatst van deze Jetsers, of met een batterij aan TIE Fighters de rebels bestookt. <laughs> thematisch zit er dus helemaal snor met die karakters en die schepen. Neem bijvoorbeeld ook die, die Java. Deze dumpster diver zorgt ervoor dat je een kaart uit de afleg mag pakken om in je deck te stoppen. Dit klikt en het klopt. En dan is er ook nog dit legertje aan huurlingen en premierers die voor iedereen wel willen werken. Zoals de roemruchte Jabba, die best wil helpen, maar dat gaat je kisten kosten. Ben je een deck aan het bouwen met dit soort ruimtetuig? Dan zijn er ook nog planeten die je aan de start een extra kaart laten trekken als je eerste kaart een neutrale kaart is. En ook dit klikt weer prachtig in elkaar. In het voor mij uitgemolken of platgeslagen sterrenstelsel is er weinig om enthousiast van te worden hoe Disney de koers heeft gezet met hun Star Wars. Nogmaals, voor mij. In een reeks met slechte films, matige series, merch die niet heel booming is, leek een titel zoals Star Wars The Deck Building Game. Een regelrechte cash grab. Wat misschien voor een deel ook wel zo is. Maar goed, daar komen ze op terug. Dit is wel voor mij het eerste echte Star Wars-spel dat sinds een lange tijd mij weer enthousiast weet te maken voor de hele franchise. Ik kijk er nu al naar uit om het weer op tafel te zetten en om nog een potje te spelen. En dan, tijdens zo'n potje, wil ik dat Darth of Luke of Leia of Han op tafel komt, zodat ze het tegen elkaar op kunnen nemen. Thematisch, je hebt een hele rebellenclub nodig om een ad, ad tegen de grond te werken. En dan is er ook nog een beetje die magie van de klassieke personages die krachten hebben, die op de kaarten staan, die doorvoed zijn met de Star Wars vibes. Supergoed. Dan zijn er ook nog de Fantasy Flight Games vibes, ook goed. Hoge productiekwaliteit, de inhoud en vorm zijn top, het regelboekje is overzichtelijk en altijd het gevoel dat je iets mist in de doos. Want uh, waar, is, waar is Yoda, waar is Ben Kenobi, R2D2, c Dat is de cash crap. Fantasy Flight Games is er niet vies van in de categorie uitbreiden of uitmelken en dat heeft mij in het verleden al de nodige euro's gekost. En ik denk dat dat ook hier het geval gaat zijn. Maar, ik ben een sukker voor dit soort dingen. Dus waar blijft General Akbar? Zodat ik mijn kaart op tafel kan leggen en roepen: 'It's a trap!' Dan nog de noot der kritiek. Um, want ik heb al menig Star Wars-spel. En heb jij dat dan ook? Dan zul je waarschijnlijk het gevoel hebben dat de artwork van Fantasy Flight begint aan te voelen als stock footage. Dus Fantasy Flight. ...kap met de boel te blijven recyclen. Ik kijk nu al jarenlang naar dezelfde plaatjes in verschillende spellen. En de artworkstijl is super, maar die prijzen zijn er toch wel echt naar... ...dat je iemand kan bekostigen om een nieuwe Hans of een Falcon te laten tekenen. Goed, dit keer krijgen we wel uh, nieuwe plastic blokjes in de doos. Super handig om alle punten en kratjes bij te houden. Wat dan wel weer een gemis is, is dat bij die blokjes niet iets zit van een waarde 5 omdat je op een gegeven moment een kaart vol hebt liggen met 15 blokjes. We hebben hier een huisregel die zegt, geel is 5, opgelost. Alles bij elkaar is dit spel een topper. Een Star Wars kwaliteitstitel die toegankelijk is voor een groot publiek. Dat dat nog eens zou gebeuren. Ik ben in ieder geval dol op en dit spel voelt op de beste momenten aan als een soort gokmachine. Maar dan op de meest positieve manier. Dat je vol verwondering naar die kast kijkt, naar die fruitmachine en dan denkt... Wat komt er nu weer? Dat is deze Galaxy Row aan mogelijkheden. Maar hier geen stomme fruitsymbolen. Nee, hier hebben we te maken met Hanzo, Woekski en Luke Skybakken. Je kan hier zelfs je favoriete moffen bij elkaar verzamelen. Ja, en de stakes die voelen hoog aan. Maar dan ook weer niet zo hoog dat je wordt afgerekend als je een keer iets wil uitproberen met een set kaarten die je nog nooit eerder hebt geprobeerd. En heb je verloren? Geen probleem. De revanche kan gelijk worden geregeld, want het hele spel duurt nog geen 20 minuten. En wil je je dek wat verder uittesten? Wil je weten hoe het er echt aan toe gaat als je kan doorpakken? Dan kan je ervoor kiezen om pas te winnen met 5 planeten. Kan gewoon. En binnenkort verschijnen de regels hoe je 2 tegen 2 kan spelen met 2 van deze doosjes. Dit hele stapeltje van 142 kaarten is een stuk robuuster dan je in eerste instantie zou denken. En ik geloof dat het wel duidelijk is dat wij ons vermaakt hebben met dit spel. En dat we nu al zin hebben om het nog een keer te spelen. Zoals dus als dit zo uitstaat, uh, wordt hier weer geknokt voor de Galaxy. Gewoon omdat het zo leuk is. Dus ben jij benieuwd naar een deckbuilder? Ben je fan van Star Wars? En lijkt je dit nou een leuk spel? Of heb je Star Realms gespeeld en wil je een variant proberen die net een klein beetje dieper gaat? Of ben je op zoek naar een snelle head-to-head? -head? Zoek niet verder, dit alles is hier. Heel veel plezier met spelen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Like, subscribe, klik op die bel. En laat even in de comments weten: wat nou jouw favoriete Star Wars spel is. Of wat voor soort Star Wars spel jij nou graag zou willen spelen. Dat was hem. Ciao!